kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, bewoners rechteroever Kommewijnen voorzien van water. Officiële ingebruikname verstrekpunt Baso Kaart en Tachoni. Wij brengen u wederom fragmenten uit DNA, startbewustwording campagne seksueel molest in de sport. En 200 bewoners Apura krijgen toewijzingsbeschikking overhandigd. Tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement heeft de fractievoorzitter van de VHP, Chandrika Persat Santokhi, kritiek geleverd op de president van de Republiek Suriname, Desiree Bouterse, ter resolutie benoemde werkgroep die onder andere belast is met ondersteuning bieden bij de aansturing van ministeries. De vicepresident Michael Ashwin Adin vond het nodig de bewering van Santokhi, al zou er sprake zijn van beleid dat vanuit het kabinet wordt bepaald, door een kleine groep te weerspreken. De president is het instituut van de beleidsbepaling. Die is altijd het instituut van de beleidsbepaling. Het beleid wordt altijd daar bepaald. Wat is het verschil wel? En daarom is het zodat de gemeenschap dat ook weet. Als hij het instituut van de beleidsbepaling en ook de laatste executieve macht heeft, dan is de vicepresident het instituut die coördinatie doet van de uitvoering van het algemeen beleid dat bepaald is op het niveau van de president. En de coördinatie voor het interdepartementaal beleid. Met andere woorden, de VP voert uit en coördineert de uitvoering van het algemeen bepaald beleid daar bij de president. Dus de president heeft altijd de ruimte om te zeggen, luister. En dit is ook een advies van vanuit de VP zelf gegaan naar de president, u mag het weten. Voor deze werkvorm. Ik heb zelf gevraagd voor deze werkvorm, samen met de beleidsadviseurs, omdat we een stukje efficiëntie willen zien. Wij weten hoe moeilijk het geweest is de eerste 2 jaren, 15, 16. De middelen waren er niet. We hebben heel veel gezocht. In de raad hebben ze heel veel met elkaar gevochten. Alleen om middelen te krijgen voor de projecten. Nu de middelen langzamerhand weer binnenkomen, dan ga je een strategie moeten aanpassen. Om toch wel het maximale te halen uit jou. Met andere woorden, je gaat je algemeen beleid wat strakker buigen, zodat je toch wel wat betere resultaten krijgt aan de hand van je programma die je voor 5 jaar hebt uitgezet. En dat gebeurt nergens anders als die wijziging gaat moeten plaatsvinden in de beleidsbepaling bij de president. Dus deze commissie, zoals geadviseerd ook door mijzelf, en de raadsadviseur, president, het zou goed zijn als u een efficiëntieslag brengt. We hebben wat gedefinieerd. Hij was content. En het instituut is er daar, een presidentiële commissie, die wat efficiëntieslag brengt. Dan is het dan weer het instituut van de vicepresident die dat moet oppakken. Want dan ga je zeggen, er gaat niets goedgekeurd kunnen worden zonder de raad van ministers. Dus het komt weer terug. Maar als je eenmaal bepaald hebt, luister, dit is de aangepaste strategie. De president vergelijkt ook met je tweede helft en je team. Je gaat je strategie aanpassen. Maar uiteindelijk bij de uitvoering, helaas, gaat het altijd weer moeten gaan naar de RVM. Daar zullen de middelen ter beschikking moeten stellen, administratief, voor de uitvoering. En vooral omdat wij zien het interdepartementale, waar ministeries veel met elkaar moeten werken om maximaal te halen uit de middelen, het nergens anders kan. Nog steeds de ORAG, nog steeds de OPA, onder raad personeels aangeleden. Alle aanbestedingen nog steeds vinden, nog steeds plaats. Niet om een idee te creëren bij de mensen van er zou iets daar naar de... Nee, alles is nog steeds in zijn originele vorm. Slechts dat het beleid, zoals het uitgestippeld voor 5 jaren, voor het laatste jaar vooral, wat strakker efficiëntieslag gaat moeten krijgen. En dan wordt het weer door de VP opgepakt om te zeggen, inderdaad mensen, zo zullen we het doen en dan wordt de uitvoering daaraan genomen. Dit slechts voor de duidelijkheid. Anders wordt dat er iets afgepakt zou zijn. Dat is helemaal niet zo. Er is niets veranderd. Alleen zodat u niet een misvatting krijgt. Dit is het, voorzitter.
dit is het precies wat het grote probleem van deze regering is. Zwakke instituten. En je hebt net gehoord, je hebt net geluisterd naar een minister van Natuurlijke Hulpbronnen. U heeft net geluisterd naar de minister van RGB, voorzitter. Dit is het wat u krijgt. Zwakke instituten. FVP, met respect voor uw visie. Er zijn instituten die genoemd zijn bij wet met verantwoordelijkheden. U mag wat voor persoonlijke visie en mening hebben. En u mag wat voor adviezen geven aan de president. Kom niet aan die wettelijke verantwoordelijkheid van die instituten. En als er wetten zijn met betrekking tot taakomschrijving van departementen van bestuur, dan is het uw taak om te zorgen dat dat versterkt wordt, dat nageleefd wordt en dat ministers zich daaraan gaan houden. En als er een wet is op de politieke verantwoordelijkheid, die wetten zijn er, ja, wet op politieke verantwoordelijkheid, ministeriële verantwoordelijkheid, dan moet u ervoor zorg dragen dat die dingen nageleefd worden. En dat u zich niet opstelt als een werkarm van een paar commissies daar op het kabinet van de president, want daarmee werkt u mee aan afzwakken van de instituten. Ik heb heel duidelijk gezegd, wat bij wet geregeld is. De president is het instituut voor de beleidsbepaling. Het beleid wordt altijd daar bepaald. Ik heb niet het is geen persoonlijke visie. Het is geregeld bij wet. De vicepresident, ook bij wet geregeld, coördineert de beleidsuitvoering. Is er wat veranderd tot nu toe? Niets is veranderd. Niets is veranderd. Dus wat ik probeer aan te geven, misschien begrijp. Als de president beleid bepaalt en hij kiest ervoor om een commissie te installeren die voor het beleid dat hij bepaalt een efficiëntieslag wil brengen, dan is het des presidents. Je komt dan niet aan het instituut van de vicepresident, ook niet aan het instituut van de RVM. Die doen hun werk nadat het beleid bepaald is. Er is een inzichtelijke wijziging plaatsgevonden. We moeten de strategie aanpassen voor wat het beleid moet uitvoeren het laatste jaar. De president alleen kan dat doen. De vicepresident kan dat niet doen. Ik kan niet komen aan het beleid van de president. Slechts de uitvoering doen. Er is slechts maar een vicepresident, hè? Dat is de verantwoordelijkheid van de president. Dus ik zeg u alleen. De president heeft alle ruimte altijd gegeven aan de VP, de RVM, om hun werk correct te doen. Evenzo heb ik het omgekeerde. Ik ga niet in de schoenen lopen of van de president. Hij bepaalt het beleid en dat respecteer ik. En zo willen we het ook houden. Als het ging om het advies, wij hebben onze jaarlijkse evaluatie. Als in de RVM na 2 jaar, 3 jaar u ziet, zijn we altijd bij de president. President, wij zien zo weinig middelen kunnen wij niet. En dat is een overleg dat altijd plaatsvindt. Ook met de ministers in de regeringsvergadering. En de president stemt dan in. Weet je wat, we gaan het. Maar dat is zijn prerogatief. Helaas. Dus ik benadruk, er is niet gekomen aan de instituten. Het kan ook niet bij wet. Dan zou je buiten de wet handelen. Dat kan toch ook niet. Dus er is geen enkel sprake, lijkt met klem benadrukken. Van geen enkel verzwakking, van geen enkel instituut. Ik heb, en de minister zit, geen één verschil in de uitvoering gemerkt. Slechts een aanscherping, efficiëntieslag van luister. Als wij 3 dingen zouden doen, mensen, we gaan op 2 dingen focussen. Dan gaan we de gelden allokeren, de middelen. En dat zult u ook in de begroting terugzien. Met alle respect zeg ik dus, het staat in de wet. Wij gaan niet buiten de wet. We houden de instituten intact. We houden de instituten intact ten alle tijden. Dank u. Seksueel molest komt overal voor. Thuis, op de scholen, op de werkvloer, maar ook in de sportwereld. Het Surinaams Olympisch Comité is daarom een campagne gestart om seksueel molest in de sportwereld uit de taboesfeer te halen, maar ook tegelijkertijd een aantal vrouwelijke sporters te bevorderen. Kunt u even aangeven wat de gedachtegang is achter deze campagnes?
Nou, het is heel eenvoudig. Onze samenleving bestaat voor de helft uit mannen en de andere helft uit vrouwen. Maar als je kijkt naar die sportwereld, dan is die verdeling zoek. Er zijn meer mannen die sporten dan vrouwen en er zijn ook meer mannen in sportbond besturen. Ik heb dus dat plaatje vandaag laten zien. Dat is één kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dus dat voor zover de vrouwen sporten en ook gewoon andere atleten sporten, die omgeving niet altijd even veilig is. We hebben dus vaak te maken, komt al eens voor, dus dat we klachten krijgen van sportorganisaties, van atleten, waarbij het minder goed gaat. En we hebben vandaag dus één onderdeel belicht, en dat is seksueel molest. Wat we proberen dus met deze campagne is om die bewustwording op gang te brengen over de rol van vrouwen in sport, maar ook dus seksueel molest in sport. Wat voor cases van seksueel molest zijn dat nu geweest in Suriname? We kennen dus dat van de voetbalbond. Dat is één die de media heeft gedomineerd de afgelopen periode. Maar er zijn nog andere cases die niet zeg maar naar buiten zijn gekomen. Omdat het te maken heeft met die taboesfeer en mensen dus voorzichtig zijn. En wat wij proberen te doen is dat geleidelijk aan die taboesfeer te halen. Mensen te prikkelen om erover te praten. Maar tegelijkertijd ook te werken aan een stukje beleid, aan een stukje structuur om dit probleem op te lossen. Binnen hoeveel tijd denken jullie of wensen jullie dat er een bepaalde gedragscode of bepaalde consequenties verbonden zullen worden aan het overschrijden van dat conduct? Nou, dat is een hele goede vraag. Wij werken dus aan twee producten op dit moment. We hebben dus we werken aan een all-over beleid op het gebied van gender en sport, met dus als aandachtspunt seksueel molest. Maar een ander ding dat wij doen is dus het ontwikkelen van een gedragscode. En dat doen wij niet alleen, dat doen we samen met onze lidbanden. En het streven is om dat binnen 3 maanden wel in draagvorm te krijgen. Dus dat betekent dat we een aantal sessies zullen hebben met onze lidbanden. En we hopen dus dat ze ons initiatief krachtig ondersteunen. Tot slot, kunt u een oproep doen aan al de vrouwen die meekijken om dus wat meer te gaan doen met de sport? Zeker. Wat houdt je tegen om te sporten? Het is hier. Schakel het om en begin te sporten. First Lady, wat vindt u van dit initiatief voor deze campagnes? Eigenlijk zou het al lang moeten komen. Weet je, te vaak en te veel worden kinderen lastiggevallen. En natuurlijk, we hebben ook gezien dat de kloof tussen mannen en vrouwen om te sporten groot is. Maar dat eigenlijk komt dat door, ja, vroeger denk ik, wilde je moeder dat de meisjes thuis moesten zijn. De jongens gingen meer op straat om te voetballen. De dames moesten thuis het werk doen. Dus ik denk dat dat een beetje gezorgd heeft voor de scheefroom. Maar ik denk dat het uiteindelijk toch op zijn pootjes terecht zal komen. Heeft u een boodschap voor de mensen ten aanzien van seksueel molest in de sport? Ja, absoluut. Ik wil ze zeggen van blijf van onze kinderen af, zoals overal, niet alleen in sport. In geheel Suriname wil ik een oproep doen aan... Blijf van onze kinderen af. Laat de kinderen rustig groeien tot goede volwassenen. Want als je beschadigt eigenlijk de kinderen voor hun hele leven. Dus ik wil een oproep op de mensen doen van blijf alsjeblieft van onze kinderen af. En voor de rest wil ik de mensen eromheen vragen. Let op de kinderen. Kijk als jullie iets verkeerd zien. Breng het ter sprake. En laat die sociale controle er weer zijn. Absoluut. Een stuk grond hebben om te ontplooien, dat is het recht van elke Surinamer. De regering Bouterse-Adien geeft sinds haar aantreden in 2010 invulling hieraan. In Apure hebben 200 bewoners hun toewijzingsbeschikking overhandig gekregen door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. In deze aflevering leggen wij de focus op dit heugelijk moment. We zijn vandaag in het dorp Apure met 187 toewijzingsbeschikkingen. Maar er moesten nog 13 erbij die vanwege organisatorische redenen niet mee zijn gekomen. Maar die worden zo snel mogelijk opgestuurd naar het commissariaat, dus 200 in totaal.
Voor mij is het als burgermoeder een heel bijzondere dag ook. Die mensen hebben heel lang gewacht, bepaalde van die mensen. En wat ik ook heb opgemerkt is dat meer jongeren er meer aan die jongeren zijn gedaan. Dus ik vind het heel een positieve, goede ontwikkeling, toch, dat die mensen hun toewijzing beschikkingen hebben gehad. Het betekent heel veel, omdat het niet van vandaag. We zijn al jaren bezig met grondaanvragen. Voor onze mensen hoor, ik bedoel van in het bijzonder voor onze, vooral de jongeren. Er zijn in tientallen jaren geen kavels hier uitgegeven. En het is heel goed, want dan hebben die mensen een stukje zekerheid. Dan kunnen ze bouwen, weet je. Dan kunnen ze niet zomaar ergens gaan occuperen, maar dan is alles legaal. Dus dat is, betekent heel veel voor ons. De achterstand is er nog omdat mensen elke dag grond aanvragen. Elke dag vragen tientallen mensen grond aan. Met het automatiseringssysteem, de laatste weken hebben we weer hard eraan gewerkt. Dan denk ik dat het duidelijker en transparanter gaat zijn hoeveel aanvragen per dag binnenkomen. Waardoor het ook zichtbaar gaat zijn waar deze blijven hangen. Ik heb niet zo lang, gelukkig niet zo lang gewacht als de anderen die 15 tot 20 jaar hebben gewacht. Ik heb zeker langer dan een jaar op gewacht. Ik zou in principe al beginnen met bouwen, denk ik. Dat is wat het voor mij betekent. En ik heb, ik heb mijn perceel. Ik heb ongeveer 11 jaar gewacht hierop. Ik had eigenlijk al opgegeven. Want dan ben je er niks. Als boodschap heb ik voor degenen die zijn weggetrokken uit het gebied, dat ze alsnog terugkomen en ook hun aanvragen doen, hun ook hun stukken in orde maken. En als al die mensen dan terugkomen, kan er ontwikkeling in het gebied komen. De mensen die een toewijzing hebben gehad vandaag moeten niet vergeten dat ze het moeten laten overschrijven bij GLIS. En ze hebben daarvoor 4 maanden de tijd. Want doen ze dat niet, dan vervalt die toewijzing en dan hebben ze toch geen recht op het perceel. Velen zijn zich daarvan niet bewust, dus we willen de mensen wel daarop attenderen. Want anders moeten ze het proces weer vanaf het begin starten. En dan moet er weer advies worden opgevraagd. Dus dat is de boodschap die ik de mensen wil geven. Ik bevind me op de steiger te Johan en Margaretha in het district Kommewijnen en wel te verstaan aan de rechteroever van de Kommewijnen rivier. Bewoners van deze omgeving hebben al geruime tijd een tekort aan drinkwater en dit komt door de aanhoudende droogte. De overheid heeft niet stilgezeten. Het districtscommissariaat van Kommewijnen en CCR en natuurlijk ook de SOM hebben gemeend om met een oplossing te komen. Het betreft hier een tussentijdse oplossing, maar de bewoners zijn heel erg blij. De droogte is al een tijdje ingegaan en deze mensen zijn al afhankelijk van regenwater of bronwater. Ik zei u al, de droogte is al een tijdje. Ik heb de zaak in de gaten gehouden, dus door rapportage te vragen aan de resortleider hoe zit het met de mensen van hun drinkwater. En bleek dat het, de mensen daar door hun voorraad heen zijn. Recent bezoek, eergisteren bezoek van meneer Alim hier voor enkele zaken. En hij heeft het gelijk ook geëntameerd. Contact opgenomen met de directeur van SWM. En vandaag, gelooft u mij, binnen 1 dag is het bewerkstelligd dat samen met NCCR het waterprobleem eigenlijk tussentijds wordt opgelost. Door de eerste transport van die jug. U hebt zelf gezien dat er 100 jugs water hebben hier gebracht. Zodat elk huishoudens 1 jug kan krijgen. Het gaat dus hier om drinkwater. Is er dan nog voldoende voor andere zaken?
Nee, dan is men afhankelijk, net u hebt gehoord, dat gewoon kriekwater of zwampwater of van de lozingen. Ja, maar dit is sec voor de huishoudens. Dus DC, hoor ik u zeggen dat zolang de droogte aanhoudt, dat het commissariaat en natuurlijk ook SWM en NCCR de mensen niet in de steek gaat laten? Nee, helemaal niet. Er zijn goede afspraken net gemaakt met NCCR en SWM ook, maar dit is niet de enige plaats, meneer. Als u dus verderop gaat, hebt u Braamsput. Oké, daar is een toeristische plaats, maar de eerste vaste plek is daar, dat is een vissersdorp, Pomona. Daar hebt u zeker 50 huishoudens, alleen maar vissers, die geen enkel zijn afhankelijk van het hemelwater. Daar gaan we dat ook voorzien. Dan hebt u resort Rust en Werk, daar hebt u ongeveer 90 huishoudens. Hier op Margaretha 80 huishoudens. Als we verder gaan, dan hebben we op Kroenenburg 65 huishoudens. In totaal komen we op 320 huishoudens. En net hebben we afspraken gemaakt dat morgen alles wordt bewerkstelligd. En maandag krijgen de rest van de bewoners drinkwater. Zolang er geen structurele oplossing komt of zolang er geen voldoende hemelwater is. Hoe breed die, want we water aan na breed en dus breed dankie SWM en commissariat aan haar delegatie. Zij de man dus zo snel moeite, want laatst hadden ze de man vergaderd ja zo en water door. Maar nog kon groot wel, maar toch hebben ze hun moeite gedaan om water hier te brengen en we zijn zeer dankbaar. Ik vind het bon omdat een deel voor het volk op water van Udo en vooral de voorgevel jaso. Want bakas is maar op PT en de maar op drinkwater eten toe. Dus meer een deel. Dus aan registratie bego u bego tap ala desma zo net ozo. Maar toch temara mogo baka kan de wantra di watra ukong baka da kan de man wan awatra da misap siker tak omini mi umus amprak na desi baka. Bewoners van de district Sipaliwini en wel in het gebied Atjoni kunnen sinds vrijdag 5 april makkelijk en snel over hun basiszorgkaart beschikken. Het staatsziekenfonds heeft een ruimte ter beschikking gehad van de districtscommissaris Humphrey Jero, waardoor het verstrekken van de basiskaarten efficiënter kan geschieden. Wij nemen u terug naar vrijdag 5 april. Het is voor de mensen van het district een heel goede uitkomst. Je moet weten, het kost ontzettend veel geld voor mensen. En van Pokigono is nog misschien nog goedkoop, want dan gaan ze met de bus alleen. Maar mensen die van Lango komen, mensen die van Assindoropo komen, die mensen moesten een hele dag reizen. Honderden SRD's uitgeven om helemaal naar de stad te komen. En dan moeten ze ook nog een paar dagen blijven bij familie. Wie weet betalen ze ook nog voor de kosten. Het kostte heel veel. En als het nu is, nu hier is in het resort, ik moet aangeven dat dit dit is de vierde. Er is al één op Jumu, er is één op Debike en er is één op Ladouani. Deze is de vierde, maar die anderen werken al. En het is een heel goede uitkomst voor de mensen dat in het district waar ze wonen binnen een dag, voor de mensen die lopen, mensen die moeten komen met de boot, ook wel binnen een dag, daar hebben ze hun kaart al. Dat is een heel grote ontwikkeling. Voor het SZF is het dat de dienstvoorziening vergemakkelijkt wordt in de zin van we werken graag, we komen de mensen tegemoet. Maar belangrijk is dat wij naar de mensen toe gaan. Waardoor je ook een mindere drukte hebt op het hoofdkantoor. We hebben de afgelopen tijd gezien dat het heel erg druk werd. De mensen kwamen van overal naar het hoofdkantoor en ook naar de andere kantoren die we hadden in de districten om hun kaarten te verlengen. Het was zo erg geworden dat we tenten moesten neerzetten en met alle ongemakken van dien, regen, zon. Het was druk, je kon de mensen niet goed faciliteren. Dus dat was onder andere de reden om te zeggen van we gaan naar de mensen toe. Het is financieel voor de mensen ook een stuk makkelijker. Ze zijn minder lang weg van huis. En voor de mensen in de stad was het dan ook een stuk makkelijker omdat de drukte er dan niet zo groot was. Okay. Zal de dienstvoorziening permanent zijn voor de district?
Jawel, dat is de bedoeling. Overal waar we dus de verstrekpunten hebben gezet, is het de bedoeling, we zijn gestart om met de BZV en de BASO-kaarten, maar alles kan niet in één keer. De bedoeling is dat we uiteindelijk gaan naar zelfstandige kantoren, zelfstandige plekken waar men voor meerdere zaken terecht kan. Je kan niet alles in één keer doen, want daarvoor heb je een langere periode nodig. De mensen moeten langer getraind worden. Dus de bedoeling is dat we dan er naartoe werken, dat we steeds iets eraan toevoegen dat men op de plek zelf kan doen. Vijf en een pistolen zie dat SZF komt in Atjoni. Ik vind het heel boem, mevrouw, omdat voor dit drie kaarten, ja, ik ben wacht zo lang. Dus sinds 2018, ik ben go voor dat kaart naar foto. Ik heb een boy naar foto naar internet. De no man ben een teken schrijf naar internet. Want zonder dat kaart, de net ik deep naar internet. En ik ben feti voor fena kaart, toch mijn no ben feni. Maar ik ben go begi a directeur voor a internet. Voor ben ik a hora boy van mij. Want a score die a de no. En dan ja in de buurt. Dus ik moest de na foto en ik heb nog eens maar voor een foto. Maar nu is de, ik heb een boskopu, dat ik me kon gaan naar Atjoni, dan ga de ouro dat rakarta, dat ik ben op voor. Maar nu ik vind drie, ik ben tevreden, meer dan tevreden. Ja. Maar die SZF nog ben daar Atjoni eten. Om een ding, heb je een besluit voor je karta foto? Heb je een voor ding, mevrouw? Abetek furu ting, want impai bus ja fugo na foto, en te igo in efene gelijk. Da de te igi tak imko bakatu wiki, en efi abip chinja, chiwan inoka liben so langa, da apfu dry kom baka na tapsi, en bakatu wiki da imgo, ma stel di for tak de kari freida, tak im da SZF kantoro. En donderdag een staatsbus neerrij. Dat im tekwa een particulier bus voor gona foto. Hij kost 70 SRD. En amoni be furu. Toch te go kane bakatuwiki de te gita unok baite im draai kom baka. Abe gi ati broma toch ibem draai kom baka. Metaka aregeren grantangi. Fu apisuroko disi. En anomus de tak na jano mo wan. Kotak de trasma takek ba. Yau yau abena dem pai boto ete fukonja. Wins de no pai wagi, mado pai boto ete. Dus if one bekade, ala pede posta fu medisep de. Abo buntu, tak ala pede posta fu medisep de. One machine bedrape fukan, seta a karta tori. Dat was het dan weer voor deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.